Zeg, je kunt namelijk dit boek winnen, moeder-dochter-minnares, en gesigneerd. Ik ga letterlijk dit boek wat je hier ziet signeren en ik stuur het morgen naar je toe. Dus het loont wel de moeite als je denkt dat je het goed gedaan hebt. Nou, vraag 1. De vriend van Diana, die haar bijstond bij de abortus, die kwam uit Ghana en hij heette Koffie. K-O-F-I, Koffie uit Ghana. En hij verzamelde schoenen en koelkasten, geloof ik. Hij had elke keer wat anders van zien wat hij aan het inzamelen was. De verzorger van het leeuwenwelpje in de mannentester was ook eigenlijk de love interest van Victoria in het boek. Die heette Vinten. En Vinten, die naam... Ja, schap genoeg. Het was mijn tennisleraar in Portugal. Die heette Vinten. En ik vond het zo'n leuke naam. Ik wist dat ik die een keer in een boek wilde gebruiken. Dus die heette Vinten. En het verhaal waarop het leeuwenwelpje geïnspireerd is, dat is het verhaal van Knoet. Die ijsbeer, dat ijsbeerjong in Berlijn. Volgens mij zat hij in de dierentuin van Berlijn. En zijn verzorger Thomas Dörflein. Dat was echt een soort nationale held. Gek genoeg zijn ze... allebei overleden. Dörflein die overleed heel jong aan een hartaanval in 2008. En in 2011 overleed de ijsbeer ook Knoet. Die hebben ze trouwens geprepareerd en opgezet. En Knoet is nog wel eens in een museum te zien. Of in een reizende tentoonstelling, geloof ik. Maar daar was dat op gebaseerd. Maar het antwoord was dus Vinten. En wie speelde Harry in de verfilming van De Gelukkige Huisvrouw? Dat was natuurlijk Waldemar Torenstra. Die heeft dat gedaan. En de regisseur van de film was Antoinette Beumer. Die later trouwens zelf ook een boek heeft geschreven. Mijn vader is een vliegtuig. En dat boek is volgens mij ook net verfilmd. Ja, noem 3 bekende Nederlandse vrouwen die zijn geïnterviewd voor het boek Stout. Nou, dat kunnen er een heleboel zijn. Er staan er een aantal in. Sylvana Simons staat erin. Daphne Buntshoek staat erin. Anita Witsier staat erin. Fatima Moreira de Mello staat erin. Leontien van Moorsel. Sasha Moradi, waar je eigenlijk niks van hoort. Renate Verbaan. Claudia de Breij, Sylvana Simons, die een Kamerlid is, Willeke Alberti, Jolante Cabau van Kasbergen. Het waren er dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 stoute vrouwen. En degene die uiteindelijk is uitgeroepen tot stoutste vrouw van allemaal, dat was Willeke Alberti. Heel grappig, gewoon een soort quiz gedaan wie de meeste en de meest uitgebreide ervaring had. En dat was Willeke Alberti. Dus die is op de huishoudbeurs uitgeroepen tot stoutste vrouw van Nederland. Dan gaan we naar de verfilming van De Ontsnapping. Wie speelde de huisbaas van Julia? Nou, dat was Rick Mail. Rick Mail van de Young Ones. Ja, die is helaas dus inderdaad vlak na de opnames van de film overleden. De film is wel gewoon doorgegaan en uitgekomen met zijn rol erin. Maar hij is daarna vlak plotseling overleden. Dan tenslotte de begrafenisondernemer uit het verhaal over de herbegrafenis van mijn vader. Die heet Clemens Bouwens. Clemens Bouwens van Bouwens Uitvaartcentrum in Amstelveen. Hij bestaat echt. Maar denk haast dat niemand dat weet. Nou, 7 vragen en een boel antwoorden. Wie denkt dat hij het beste heeft gedaan en wie denkt dat hij dit boek verdient? Gesigneerd en wel. Dus kom naar voren, zeg hoeveel vragen je goed hebt. En dan hoor je vanzelf wel of er iemand is die het nog beter heeft gedaan. En dan ga ik er wel vanuit dat we allemaal heel eerlijk zijn en dat je het gewoon eerlijk vertelt. Ik had er 4 goed. 4? Ja. Dat vind ik behoorlijk. Vind je? Ik vond het slecht. Nou ja, het zijn best. Weet je, het zijn ook vragen waar ik zelfs even over na moet denken. Van, oh ja. Wie alleen jij had het over koffie. Ik noemde hem koffie. Koffie, ja, maar koffie is goed. Het is K-O-F. Oh. Die mag je goed rekenen. Zijn het er dan 5 of zijn het er nog steeds 4? Nee. Die had ik dus als koffie met maar dan koffie. Maar ja, dat had ik goed gerekend. Sorry. Terecht.
Nou, wie heeft er meer dan vier goed? Ja, in de chat zie ik Marion. Ja? Met 6 vragen. Serieus? Wauw, ja, dan moet door Marion wel eventjes, is ze te zien? Of is ze alleen te horen? Of, oh nee, hier is Marion. Oh nee, die heeft geen video. Nou Marion, als je niet in beeld wil komen... Oh, sorry nee. Helene. Ze heeft 6 vragen gesteld in plaats van 7, zegt Marion. Marion heeft er niet... Oh, ze heeft er niet 6 goed. Niet 6 goed. Jawel, volgens mij heeft ze 7. Ik heb er echt 7. Het vriend van Diana, het leeuwenwelpje, Ron van Harry, bekende Nederlandse vrouwen, welke vrouw werd uitgeroepen, ontsnapping. Ja, het zijn er 7. Ik kan er echt niks aan doen. Zeker nog, het zijn er zelfs af en toe meer. Ja. Dat. Ja. Dus niemand heeft er meer dan 4 goed, begrijp ik hieruit. Nou, dan is Rosa, dan had jij gewonnen. Ja, precies, dat dacht ik al. Rosa heeft gewonnen, gefeliciteerd. Nou, zorg dat ik jou... dan signeer ik hem voor jou. Moet even... Oh, wauw. Wauw, dus... Dankjewel. Ja, geef even je adres door waar ik het naartoe kan sturen. Dan gaat die morgen de bus naar jou. Dat kun je vast wel op een of andere manier. Rosa, stuur maar naar mij. Ja. Waar de uitnodiging vandaan is gekomen. Oké, dat is goed. Ja, ja dat doe ik. Ja, gefeliciteerd. Leuk, nou dankjewel. Oh, wauw, super. Ja, heel erg leuk. Nou, kijk. Ik ben toch wel benieuwd, dus anderen hadden er niet 1 goed? Of was er ook iemand die niks wist? Echt niks? Of waren die er niet? Wisten jullie allemaal wel iets? Maar ik vond 4 al zo weinig. Ja, sorry. Ja, maar het zijn boeken, die zijn ook niet van gisteren of zo. Het is natuurlijk ook wel een reden dat je het hebt gelezen. Ja, en ik weet het meeste. Maar zoals ik dacht dat het leeuwenwelpje heeft vast ook een naam. En daar kon ik ook niet opkomen. Ik heb het nog niet eens nagezocht. Ik dacht, nou, ik maak er maar de andere vraag van. Maar dat kon ik ook echt, wist ik gewoon niet meer. Ik dacht, hoe heette dat welpje nou ook weer? Maar ik weet zeker dat hij een naam zal echt wel een naam hebben in het boek. Je onthoudt het zelf ook niet altijd wat je schrijft. Dan is er nog een hoop te vertellen, hopelijk. Een hoop wat jullie niet weten. En dit is dus... Moeder-dochter-minderijs is mijn... laatste boek, dat is in november verschenen. En vorig jaar, 2020, was mijn jubileum als schrijver. Want ik ben in het jaar 2000 gedebuteerd met De Gelukkige Huisvrouw. Dat is echt al lang geleden. Dit omslag, ik weet niet of jullie dat kennen. Dit is het niet echt het oorspronkelijke omslag. Het was een ander omslag... waarin een vrouw in een soort yoga-houding zit met ontblote borsten. En dan kijkt ze zo'n beetje zo zalig omhoog. Maar dat omslag was het was knalroze. Het was, nou ja, duidde een beetje op de psychose die Lea doormaakt in het boek. Maar dat omslag vonden de boekhandels te heftig. Dus er is toen een ander omslag gekomen, dat is deze. Het boek heeft het heel erg goed gedaan. Het gekke was dat voor het boek verscheen waren de rechten al verkocht aan Duitsland. Dus mijn uitgeverij, dat was Vasolucci. Vasolucci bestaat nu niet meer, maar de uitgeverij Vasolucci, die zagen het echt wel zitten met dit boek en met mij. En die hadden contact gezocht met een Duitse uitgever. Ze waren niet echt op een beurs, maar ze hadden een literair agent ingeschakeld. En die heeft de rechten van het boek verkocht aan Duitsland. En dat was toen voor 100.000 gulden. Nou, dat was echt heel veel geld. Er was nog nooit zoveel geld op voorhand betaald voor een Nederlands boek. Van een schrijfster die ook niet bekend was. Want ik was journalist, maar ik was geen bekende schrijver. Dat was mijn eerste boek. Dus dat boek bracht al meteen voor verschijningen een beetje een soort rumoer teweeg. Van wat is dit? Wat is dit voor boek? Waar gaat het over? Waarom hebben de Duitsers hier zoveel geld voor betaald? En voor mij was het heel gek, want
ik, voor mij was het dus eigenlijk van, oké, zo gaat dat blijkbaar. Je schrijft een boek en dan komen de Duitsers langs en die willen er een ton voor betalen. En dat het ook meteen in Duits vertaald werd, was voor mij al normaal. Vrij snel na de verschijnen van dat boek was er een regisseur, Leon van der Sande, die het op toneel wilde brengen in Maastricht. Dat was ook zo van, oké, ja, prima, het kan op toneel. Het is, de filmrechten zijn verkocht. Er is later nog een toneelstuk van gemaakt met Isa Hoes. Het eerste toneelstuk dat ervan was gemaakt was met Hadewig Minis, die we nu ook allemaal kennen. Er gebeurde heel veel met dat boek in een hele korte tijd. En voor mij was het eigenlijk gewoon van, oké, nou, zo gaat het dus als je een boek schrijft. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nu besef ik hoe spectaculair en bijzonder het was om te debuteren en dan meteen al zoveel mee te maken. En ik wilde natuurlijk, ja, toen ik het schreef, wilde ik natuurlijk wel heel graag een bestseller schrijven. Dat was wel echt mijn voornemen. Ik was journalist en ik hield van schrijven en ik dacht, nou, als ik een boek uitbreng, dan moet het een bestseller worden, wat ook eigenlijk een beetje een rare, veel te optimistische gedachte is. En ik heb toen ook, ik weet niet of je het kan zien, ja, je kan het wel zien. Dit is de foto op de achterkant van het boek. Het is ook niet echt een typische auteursfoto. Auteurs die staan meestal vrij serieus op de achterkant van het boek en die kijken ernstig en peinzend en zijn netjes gekleed. En ik heb alleen een zwarte handschoen aan. En ik had dat ook zelf bedacht. Ik dacht, ja, het moet er een beetje uitspringen. Het moet een beetje bijzonder zijn. En mijn uitgever vond dat heel erg leuk dat ik zo meedacht, zeg maar, en mijn best deed. Dus eigenlijk begon ik toen al wel met het, je zou kunnen zeggen, bespelen van de media. Ik vond het toen al leuk om mezelf in te zetten in de publiciteit en om bijzondere dingen te doen. En dat is eigenlijk het begin geweest van alles, want er gebeurde veel met het boek. Het boek, het werd gelezen, vrouwen vonden het geweldig. Buitenlandse uitgeverijen vonden het geweldig. Het is uiteindelijk in, ik weet niet hoeveel landen uitgekomen. Het is in veel talen vertaald. En wat ook heel grappig was wat er gebeurde, was dat het in Nederland heel slecht werd gerecenseerd. Dus vrouwen vonden het leuk, ze vonden het bijzonder. Ik kreeg veel aandacht in de media, maar de recensies waren echt heel erg slecht. Het was, stond geloof ik, nou, Volkskrant heeft het niet eens gerecenseerd. Die vond het de moeite niet waard. Andere kranten, ik geloof dat Trouw schreef, ja, het ontstijgt niet het niveau van goede tijden, slechte tijden. Het was allemaal heel slecht. Dus dat was voor mij heel raar. Van oké, dus het is toch niet goed. Maar uiteindelijk kwam het wel dus uit in Duitsland. En het kwam uit in Engeland. En het kwam uit in Frankrijk. In meerdere landen. En daar, vooral in Engeland, Frankrijk en Duitsland, kreeg het hele goede recensies. Maar dat was natuurlijk pas een paar jaar later of en omdat als de vertaalrechten worden verkocht, is er niet meteen de maand later in dat land al een boek. Dus dan gaat het ergens naartoe, dan gaat het vertaald worden, dan komt er ook weer een plan en dan komt het uiteindelijk uit. Dus toen die slechte recensies in Nederland al lang geweest waren, toen kwam het uit in die andere landen. En dan kreeg het hele goede recensies. Echt zo van, oh, veelbelovend debuut, mooi, zwaar verhaal. Nou, ik zal die kranten vast nog ergens hebben liggen. Maar ze waren echt heel lovend over dit boek. En dat was voor mij echt heel erg gek. Dat was echt, ik zal dat niet echt vergeten, want dus de lezers vonden het leuk, de Nederlandse recensenten vonden het heel slecht en de buitenlandse recensenten vonden het heel goed. Die waren echt er zeer over te spreken. Dus ik wist toen ook echt niet meer van, ja, wie of wat moet ik dan geloven? Want de verkopen bijvoorbeeld in die landen waar het uitkwam, waar ik goede recensies had, ja, die waren weer niet zo geweldig. Die waren lang niet zo geweldig als in Nederland, omdat ik daar ook een onbekende auteur was. En ja, er gebeurde niet zoveel met het boek. Dus het was in dat opzicht wel een soort les van, oké, je kunt een boek schrijven, je doet het, maar wat er verder mee gebeurt, ook al gebeurt er heel veel mee, wat mensen ervan vinden, kun je eigenlijk niet echt besturen. Ik denk dat dat een hele belangrijke les was. Want je kunt niet zeggen, oh, ik schrijf een bestseller. Het gebeurde wel, maar dat kun je helemaal niet zeggen. Want je weet het gewoon niet. Je weet niet wat mensen ervan gaan vinden. Je weet niet hoe ze het oppakken.
Je kunt eigenlijk alleen maar schrijven wat jij graag wil vertellen en op de manier hoe jij het wil vertellen. En die manier, ja, dat was voor mij heel eigen. Ik wilde dit verhaal zo vertellen en gelukkig Huizel is ook best grof qua taalgebruik en zo, maar dat was een beetje een soort restant van mijn jaren als journalist, want ik heb heel veel voor vrouwenbladen geschreven. En dan moet je, als je voor een vrouwenblad schrijft, moet je altijd een soort toonzetting hebben. Dan moet je, als je voor Libelle schrijft, moet het libellenachtig zijn. Als je voor een blad als Cosmopolitan of een jonge moedersblad of wat dan ook, dan moet je altijd wel een beetje aanpassen aan dat tijdschrift. En dan mag je niet zomaar helemaal schrijven zoals jij dat wil. En dat was wat ik op een gegeven moment ook echt miste. Ik wilde heel graag een boek schrijven. Ik wilde heel graag zelf een verhaal vertellen op de manier zoals ik het zou willen. En niet zoals dat het zou passen in Cosmopolitan of het zou passen in de Marie Claire. Ik wilde het schrijven zoals ik dat wilde doen. En daarom, ja, toen ik de Gelukkige Huizel ging schrijven, toen heb ik ook een Bargoens woordenboek gekocht. Ik wilde lekker kunnen schelden en vloeken. Ik wilde alles kunnen doen waar ik zin in had. En dat heb ik ook gedaan. En soms ben ik daarin volgens mij een beetje uitgeschoten. Want toen ik het later teruglas, dacht ik wel van, zo, oké, dit had ook wel wat minder gekund. Had wel wat minder in gevloekt kunnen worden. Maar ik vond dat toen heel erg lekker om, ja, de vrijheid te hebben om helemaal te doen waar ik zin in had. En bovendien was dit een verhaal wat ik gewoon heel graag wilde vertellen. En dat is ook iets, ik denk dat dat ook wel een voorwaarde is voor een goed boek of een goed werk, dat je echt een innerlijke noodzaak moet voelen. Je moet echt voelen van, dit verhaal moet verteld worden. Dit verhaal moet ik delen. Dit moet ik naar buiten brengen. Dit verhaal verdient het om gehoord te worden. En het verhaal van de Gelukkige Huizen verdiende dat absoluut, vond ik, uiteraard. Het verhaal was in het begin zelfs ook nog een beetje anders dan hoe het uiteindelijk is geworden. Want in het begin was de ik-persoon, dat was ik echt, zo zag ik het voor me. Ik was die hoofdpersoon, ik was journalist en ik schreef het verhaal over mijn vader die zelfmoord had gepleegd, over een bevalling, uitmondend in een psychose. En dat was op zich een goed verhaal, maar het was zo dichtbij dat het me op een gegeven moment ook niet meer lukte om het goed te schrijven. Dus tijdens het schrijven van de Gelukkige Huizel ben ik psychotisch geraakt voor de tweede keer in mijn leven. En ik besefte toen ook, ja, dit verhaal is zo dichtbij, ik moet wat meer afstand ervan nemen. Dus daarom heb ik Lea bedacht en Harry bedacht en heb ik eigenlijk de hoofdpersoon anders gemaakt. En dat maakte het veel makkelijker, nou ja, makkelijker maakt het in ieder geval makkelijker om het te schrijven, om weer afstand te nemen, om er fictie van te maken. En als je er fictie van maakt, als je niet meer één op één het ziet als je eigen verhaal, geeft dat je ook veel meer vrijheid en lucht en ruimte om dat zo te doen. Dus dat, ja, dit was echt de start van alles. En mensen vragen me vaak van, wat is nou je meest dierbare boek, of wat vind je boek ben je het meest trots op? Nou, is dat meestal het boek wat je net geschreven hebt. Dus dat is dan meestal eigenlijk, zou je zeggen, dit boek is het boek waar ik nu het meest trots op ben. Maar uiteindelijk, als ik denk ik alles overzie wat ik heb gemaakt, denk ik toch wel dat de Gelukkige Huizel wel, ja, dat ik daar wel het meest trots op ben. Omdat dat me echt heeft, ja, heeft gebracht naar wat er in me zat. Het heeft echt een schrijver van me gemaakt. En dat ik tot dan toe schreef ik wel, maar ik was niet een schrijver. En door de Gelukkige Huizel ben ik dat wel echt geworden. En ben ik dat ook blijven doen. Want dat was ook toen ik een contract kreeg voor de Gelukkige Huizel. Toen zei mijn uitgever Oscar, die zei, ja, ik geef geen boeken uit, ik schreef schrijvers uit. Dus als jij dit boek gaat schrijven, dan verwacht ik ook dat je meerdere boeken gaat schrijven. En dat was voor mij ook heel gek. Van, ja, hoezo? Ik dacht, ik zou al zo blij zijn als één boek zou lukken. Maar hij zei, nee, dan ga je meerdere boeken schrijven. En dat is inderdaad gebeurd, gelukkig. Maar het is, ja, dat kun je van tevoren. Ik kon dat toch ook niet voorzien. Ik had niet het idee, oh, ik word schrijver. Ik word een soort Hardy Mulisch en ik ga hierna een stapel boeken schrijven. Dat idee had ik helemaal niet. Maar dat, ja, uiteindelijk is dat wel gelukkig gelukt.
En dat, goed, dat maakt ook, daardoor is de Gelukkige Huisvrouw toch wel stiekem een beetje mijn favoriete boek van het stapeltje wat ik heb geschreven. Als iemand een vraag heeft, dat wil ik nog even zeggen, als iemand tussendoor een vraag heeft of iets wil zeggen, doe dat graag, want ik kan heel lang praten en heel veel vertellen, maar ik vind het, als jullie nu, we zijn nu met z'n allen bij elkaar, en als je echt zegt van, oh, dit wil ik heel graag weten, of opmerken, of wat dan ook, dan hoor ik het heel graag. En dan hoef je alleen maar even, nou, ik weet niet wat te doen, maar dan komt het vast goed. Wat ook, als je het hebt over boeken die geschreven moeten worden, dan is grappig genoeg seks dat boek, die ik hier volgens mij niet heb liggen. Dus ik weet niet, dat is een soort vreemd dat ik niet vergeten ben. Maar Seksdagboek is ook een van de boeken waarvan ik vond dat ze geschreven moesten worden. En eigenlijk is dat boek een beetje een vreemde eend in de bijt. Want veel mensen denken dat mijn boeken alleen maar over seks gaan. Maar dat is natuurlijk echt niet waar. Er komen seksscènes in voor. Maar ze gaan lang niet allemaal over seks. Hoe een gelukkige huisvrouw. Het gaat over een vrouw die na een postnatale of na een geboorte, een gruwelijke bevalling, in een postnatale psychose geraakt. De ontsnapping gaat over een vrouw die haar gezinsleven helemaal zat is en dan naar Portugal vertrekt. Golien van de Jacht is misschien wel een boek, ja, wat het veel over seks gaat in die zin. Het gaat over een vrouw met minnaars, verschillende minnaars, man en minnaars. Dus die heeft een vrij losbandig seksleven. Wat ook opmerkelijk was, want dat, je leest natuurlijk heel vaak boeken over mannen die vreemd gaan, maar vrouwen die heel openlijk er meerdere minnaars op nahouden, dat was en is denk ik nog steeds opzienbarend en niet gewoon. Stout lijkt over seks te gaan, maar Stout gaat eigenlijk over de vraag, hoe ambitieus ben je als vrouw? Hoe ambitieus durf je te zijn? Durf je je dromen waar te maken? Hoe ambitieus durf je te zijn? Daar gaat dit boek vooral over. De mannentester gaat over een vrouw die zich helemaal niet kan binden aan mannen. Die mannen niet vertrouwt en die eigenlijk een hekel heeft aan mannen. Dus is ook niet echt een seksboek te noemen. En De Hartsvriendin. Zouden we ook nog bijna vergeten, heb ik geen vraag over gesteld. Maar dat gaat over vriendschap. Het gaat over een vrouw die, ja, juist goed wil zijn. En eigenlijk een hele lieve, burgerlijke vrouw, als je dat zo zou kunnen zeggen. Het is een soort rattenplant. Ze springt de hele tijd. Ze wil in iedereen's armen springen, maar ze springt de hele tijd mis. En ze heeft problemen met het gewicht. En dat is De Hartsvriendin. Ook niet echt heel veel met seks te maken in mijn ogen. Maar Seksdagboek natuurlijk wel. En Seksdagboek heb ik geschreven ook omdat ik vond dat dat geschreven moest worden. Er zijn weinig tot geen boeken over een normaal, of normaal, ja, wat is normaal, maar over een gewoon seksleven. Een gewoon day-to-day seksleven waarin je gewoon vertelt hoe je seksleven eruit ziet. En een jaar lang heb ik echt letterlijk bijgehouden hoeveel seks ik had, waar ik het had, met wie ik het had. Nou ja, dat was altijd Bart. En dat heb ik heel gedetailleerd genoteerd, met daarbij alle theorieën en gedachten die ik heb over de vrouwelijke seksualiteit. Ik vond echt dat dat eens een keer genoteerd moest worden en opgeschreven moest worden. Dus dat heb ik gedaan en dat was heel erg leuk. En het grappige was dat mijn uitgever had eigenlijk niet zoveel van het boek verwacht. Die zei, ja, alleen, we zullen het uitgeven omdat jij het zo graag wil. Jij gelooft in dit boek, maar wij denken dat het niet zoveel gaat worden. Want ze zeggen wel van seks zelfs, maar echt expliciet seks, een seksdagboek, dat gaan mensen niet zo gauw kopen. Ze gaan het niet zo gauw cadeau geven. Ze gaan er niet meer in de trein zitten. Zo gewoon zitten ze niet te lezen. Oh, ben jij seksdagboek aan het lezen? Dat doen mensen niet. Dat vinden ze niks. Maar grappig genoeg heeft het boek het heel goed gedaan. Ik denk ook misschien mede door dat speeltje wat erin genoemd werd. Dat iets teweeg heeft gebracht. Waardoor heel veel mensen nieuwsgierig zijn geworden. En het wilden lezen. En het heeft ook bij heel veel vrouwen echt geholpen. Ik heb geholpen klinkt een beetje raar, maar er zijn
echt best veel reacties opgekomen, behoorlijk veel, van vrouwen en mannen, maar vooral vrouwen, die zeiden dat ze echt wat aan het boek hebben gehad, dat het ze heeft geholpen om zelf over seks na te denken, om beslissingen te nemen, om inderdaad ook eens een speeltje te gebruiken of eens aan te kaarten bij hun vriend. Wat zijn er, of partner, wat zijn er eigenlijk wilden en wat ze prettig vonden. Het heeft heel veel gesprekken geopend die blijkbaar moeilijk te openen zijn en die moeilijk te... Ja, het is ook iets wat je niet heel makkelijk zomaar gaat bespreken. Van ja, trouwens, ik wil het nu eens even over ons seksleven hebben. Dat blijft toch een soort heet hangijzer. En dankzij Mag ik je onderbreken? Jazeker. Oh, oké. Okay. Het heeft mij geholpen om na 20 jaar huwelijk ermee te stoppen. Ja, ja. Was dat seksdamboek? Ja, onder andere. Dat en inderdaad ook iets medisch. Ik kreeg iets aan mijn hart en toen dacht ik, nou ja, weet je, als ik dan geopereerd word. Ik kreeg te horen dat ik, als ik het niet deed, ging ik dood. Maar als ik het wel deed, had ik ook kans dat het mis zou gaan. En toen dacht ik, wacht even, nadat ik jouw boek ook had gelezen, dacht ik... Ja, maar zo ga ik niet dood. Dan ga ik eerst leven. Ja. Dus nu zit mijn huidige man naast me inmiddels. Ik zie het. En ik ben zeer gelukkig op elk vlak, kan ik je vertellen. Ik ben er echt blij mee. Ja, dus dat is wel echt een eye-opener geweest. Ook. Ja, dit boek heeft dat effect gehad inderdaad. Maar ook Godin van de Jacht trouwens ook. Absoluut. Ja. Maar ik ben nog steeds op zoek ook naar twee dwergen. Die heb ik nog niet ontmoet. Ja, dat zou nu denk ik niet eens meer kunnen. Hè? Twee dwergen opvoeren in je boek. Dat is dan al... Ik denk dat het er alweer uitgeschrapt zou moeten worden. Wel, nee hoor. Het moeten er gewoon nu 20 zijn. Ja. Je moet wel met je tijd mee blijven gaan, toch? Ik zal je vertellen, die dwergen, Wolfgang en Heinz. Het is natuurlijk verfilmd. En je moet je voorstellen, het is verfilmd. De filmopnames vonden deels plaats in Portugal, omdat het zich ook afspeelde in Portugal. Ik woonde in Portugal, dus er was daar een hele filmset gecreëerd vlakbij waar ik woonde. Ik heb zelf nog gefigureerd in die film. Een aantal vriendinnen van mij hebben gefigureerd in die film. En we waren daar bij de rotsen, bij het strand in Portugal en de filmset. En ik liep daar rond en op een gegeven moment zag ik gewoon... Twee lilliputters. Ik zag niet wel. Kleine mensen, laat ik het goed zeggen. Maar niet ja. Kleine mensen, ze waren er op de set. En dat was zo grappig. Of zo, ja. Het was alsof alles samenkwam. Ik dacht echt, het kan niet waar zijn. Ik sta hier in Portugal, in het land waar ik woon. Ik zie hier twee kleine mensen die ik ooit heb bedacht in een soort vlaag van gekte. Ja. En ze waren super aardig en ze speelden het goed. En het waren acteurs natuurlijk. Dat was echt een moment dat ik dacht van... Wauw, ik heb wel echt een raar leven. Ik heb een bijzonder leven. Dat was echt ontzettend spectaculair. En Isa Hoes was er natuurlijk. En dat is ook gewoon een vriendin van me geworden. Dus Isa die liep daar ook rond. Isa en Anthony waren ook destijds bij de presentatie van Godin van de Jacht. Dat was zeg maar het eerste boek. Het was natuurlijk mijn tweede boek, maar het was de eerste keer dat er ook echt op de presentatie bekende Nederlanders kwamen. Weet je wel? Dat was voor mij toen nog echt een ding. Van oh jee, er komen bekende Nederlanders. Nou, dat waren dan Isa Hoes en Anthony. En dat was zo leuk. En nou ja, sindsdien hebben we gewoon contact gehouden. Maar ja, wat een gekte. Maar... Ik vind het wel echt ontzettend leuk als ik hoor, zoals van jou, van dat zo'n boek iets met je doet. Dat het je een soort push geeft in je leven. Soms voel ik me ook wel schuldig hoor, want inderdaad komen ook wel eens vrouwen naar me toe. Nou ja, jij bent dan happy, maar ook zo van ja, ik ben met mijn huwelijk, ik ben er meteen mee gestopt nadat ik dit had gelezen. En soms vind ik dat ook wel eng, zo van oké, weet je zeker dat je de goede beslissing hebt genomen. Maar hoe is het met je hart? Dat vind ik dan wel even een hele belangrijke vraag. Maar het was niet de eerste. Ik heb 5 hartoperaties gehad. Dus ja. Dus, en ook een aantal keer K. Maar daar gaan we het allemaal niet over hebben. Ik leef echt, ik geniet van elke dag. Want elke keer win ik, denk ik maar.
Dus, gelukkig. Ja. En af en toe gaat er wat mis in het ziekenhuis. En daar hebben we een nieuwe keuken van kunnen kopen. En daar rijden we motor van. Dus, weet je wel. Schadevergoeding, ja. Nou, ja. Ja, precies. Dus, weet je, mijn leven is gewoon mooi. En er zijn slechte dagen. En er zijn goede dagen. Alleen je moet gaan kijken naar wat er wel is. Ja. Dus dat is belangrijk. En dus, is corona dan gaat extra eng of is het niet? Nee, ja, we zijn er. Dus er gaat er eentje heel erg uit het dak nu. Nee, corona is niet eng. Ik zorg voor mijn tante van 95. Die is sinds kort, woont ze dan in een instelling. Daarvoor altijd zelfstandig. Die heeft nu wel 2 prikken gekregen. En voor haar was ik het meeste bang. Dus voor haar kijk ik uit. En voor haar laat ik me testen als ik verkouden ben. Maar ik heb niet dat ik zelf bang ben om het te krijgen. Nee. Dus dan is het zo als het dan inderdaad corona gaat worden. Maar ja, ik ben ook wat sceptisch geworden door alles wat ik heb meegemaakt. Dus, maar dat is ook iets. Jouw boeken, jouw vader heeft zelfmoord gepleegd. Ja. Mijn vader ook. Oh. En met een abortus heb ik dingen gelezen in jouw boek. Volgens mij ging er ook eentje ergens op een scanner iets doen. Of op een glasplaat van een scanner. Ja, zo herkenbaar. En soms heb ik wel eens het idee, je hebt gewoon dingen uit mijn hoofd gepikt. Maar dat heb je dus blijkbaar zelf meegemaakt. Dus dat maakt jouw boeken ook altijd, als ik het lees, dat ik soms echt met verbazing door moet gaan. Dat ik denk, dat kan toch helemaal niet? Nee. Dus, maar dat is ook wel weer prettig om te lezen van, of iemand heeft het meegemaakt of verzonnen. Maar het kan dus. Ja, maar ik denk echt dat er zijn echt heel veel vrouwen. Dat is denk ik het rauwe en het directe wat het fijn is van mijn boek. Omdat je heel veel vrouwen maken natuurlijk allemaal dat soort dingen mee. Alleen soms gepraat of of het is een soort schaamte van een vrouw hoort dat eigenlijk niet te doen. Of hoort dat niet eens te denken, bij wijze van spreken. Maar er zijn heel veel levenslustige vrouwen die wel genieten en niet alleen maar thuis afzitten te wachten op wat er gaat gebeuren. Klopt. Dat, maar juist jouw openheid, dat je gewoon dingen gewoon schrijft en alles zegt en alles doet. En dat vind ik zo mooi. En ik ben zelf ook inmiddels op dat punt in mijn leven dat ik denk van, neem me maar zoals ik ben. Ja. En ik heb altijd respect naar anderen en jij ook. Maar je bent wel eerlijk in de dingen die hoe je je uit. Gewoon, zoals jij bent, punt. Ja. Take it or leave it. En dat vind ik mooi. Ja. Leuk om te horen. Ja, het is. Maar het is, ik vind dat ook oprecht fijn om te doen. En het bevrijdt mij ook. Want het geeft mij ook, als je iets gewoon kan opschrijven. Of zeggen, dit is hoe ik het zie. Of dit is hoe het kan gebeuren. En je kan dingen groter maken, je kan ze kleiner maken. Maar iedereen gaat door allerlei dingen heen in het leven. En het is, ik vind eerlijkheid eigenlijk altijd de snelste en de kortste weg. En ook de beste weg. Omdat het heeft niet zoveel zin om je heel anders voor te doen dan je bent. Want schiet je ermee op. Dan moet je dat maar de hele tijd een soort schijn ophouden. Wat onzin is. Maar goed. Nou, ontzettend leuk om te horen. En bijzonder dat je hierbij bent. Ja. Het is zo gek. Ja. Is er nog iemand die iets wil delen of wil? Nou, Helene, ik heb wel een vraag voor je over je eerlijkheid. Hè? Heeft het je ook wel eens in problemen gebracht? Ja. Nou, eigenlijk het bekendste voorbeeld is natuurlijk de column over Oudkerk. Ik weet niet of jullie dat, of dat iets oproept van, dat is een verhaal wat eigenlijk nog steeds krijg ik dat af en toe voor mijn voeten. Van, jij bent niet te vertrouwen, want jij hebt toen die column geschreven over Oudkerk. En dat vind ik echt wel vervelend. En ik heb ook vaak gedacht van, had ik het maar niet opgeschreven. Maar en ik heb ook wel eens een keer een column geschreven, want ik schreef toen columns in Parool. En ik heb ook wel eens een column geschreven over mijn familie in de zin van mijn zussen. Je zal in interviews nooit over mijn zussen horen. Ik heb 2 zussen. En ik heb toen een keer lang geleden in een column iets over mijn oudste zus geschreven die gebroeieerd was met mijn moeder.
En echt, ja, die heeft ook letterlijk jaren niet met mijn moeder gepraat, niet naar haar toegegaan. Eigenlijk pas vlak voor haar dood is ze nog wel een keer langs geweest. Maar dat nam ze me toen niet in dank af. En ze was heel erg boos daarover. En heeft toen ook naar de krant brieven gestuurd dat ik ontslagen moest worden en weet ik veel wat. Dus daar had ik achteraf ook spijt van. Omdat ik, ja, ik merkte dus wel dat mijn eerlijkheid toen iemand anders schade. En bij Oudkerk had ik daar minder spijt van. Want Oudkerk wist echt heel goed wat hij zei en wat hij deed. En die wist ook echt dat ik het zou opschrijven, want dat had ik ook gezegd. En hij vond ook dat het gezegd moest worden. Hè, wat ik in die column schreef, vond hij ook juist van ja, dit moet gezegd worden. Waarom mag een wethouder niet dit? Waarom mag een wethouder niet dat? Nou, dat was zijn verhaal. Dus dat ik dat opschreef was niet gek. Alleen, hij had de gevolgen niet voorzien. En dat, nou ja, daar kon ik natuurlijk niets van aan doen. Maar mijn zus, die had er natuurlijk niet om gevraagd. En die wilde eigenlijk, die wilde helemaal niet zomaar iets over zichzelf lezen in de krant. En dat heeft me wel, dat heeft me later wel duidelijk gemaakt dat, ja, dat dus eigenlijk, ja, dat is voor mij echt moeilijk. En ik heb nu weer een column in het AD. Dus AD heeft de bijlage Metza. Het was AD Magazine, maar dat is Metza geworden. Dus die bijlage verschijnt elke zaterdag in het AD. Maar ook bij de Stentor, Eindhoven's Dagblad. Al die bladen die bij het AD horen. De PZC, geloof ik. Nou, het zijn er een heleboel. Daar zit op zaterdag een bijlage bij. En daarin heb ik nu een column. Maar die gaat over mijn persoonlijke leven. Dus ze willen ook elke week een verhaaltje uit mijn leven wat natuurlijk echt is. Maar je kan nooit alleen maar over jezelf schrijven. Als je schrijft, dan zijn er altijd ook andere hoofdpersonen. Dus nu zit ik weer een beetje, nou zeg maar, met hetzelfde dilemma. Want ik wil absoluut niet weer in een soort Oudkerk situatie terechtkomen of zo'n situatie met mijn zus. Dus ik ben nu wel echt, ja, hierdoor echt extra voorzichtig. Dat ik, als ik schrijf over iemand anders, dat ik het diegene eerst vraag of hij het goed vindt. Dat ik het eerst laat lezen. Dat ik, ja, ik noem sowieso meestal niet de naam. Maar stel dat die, als ik die naam wel wil noemen, of je dat goed vindt. Dus dat, het is nu wel, ik ben daardoor wel echt veel meer behoedzaam geworden. Omdat ik gewoon absoluut niet weer zo'n ruzie of zo'n situatie wil. En gelukkig, bedoel, in dat opzicht is Bart, ben ik ontzettend blij met hem. Want ik heb al heel veel over Bart geschreven. Ook in columns, maar ook seksdagboek natuurlijk. Ik heb gewoon zijn seksleven geopenbaard. Daar moest hij ook maar mee zien te dealen. En dat heb ik ook echt natuurlijk van tevoren gevraagd. En ook gezegd, als jij het niet goed vindt, als jij echt niet wil dat ik dit boek schrijf, dan doe ik het niet. Maar ik heb hem wel echt ervan overtuigd van, ja, ik vind dat het boek er wel echt moet komen en ik denk dat het een goed boek is en dat het belangrijk is dat het er komt. En uiteindelijk heeft hij zelf ook een hoofdstuk in dat boek geschreven, dat vond ik heel erg leuk, waarin hij ook beschreef hoe dat proces bij hem ging, dat hij zich eerst echt schaamde van, oh ja, ik wil niet dat ze dat opschrijft, en dat hij er later over nadacht en dacht van, ja, maar waarom schaam ik me nou eigenlijk? En ze, eigenlijk, toen ging hij zich weer schamen, maar toen schaamde hij zich voor zijn schaamte. Hij dacht, ja, waarom schaam ik me hiervoor? Wat een onzin, het is gewoon seks, het is maar seks. En toen heeft hij inderdaad akkoord gegeven en dat stuk geschreven erover. En dat was wel, dat was voor mij wel echt erg fijn. En hij komt natuurlijk regelmatig voor mijn columns. Mijn kinderen komen ook regelmatig voor in mijn columns. Nu mijn kleinkind, ik heb een kleinkind Spencer van 9 maanden. Die komt nu ook natuurlijk voor in mijn werk. En ja, er zijn wel steeds meer mensen aan wie ik dan moet vragen van, vind je het goed? Maar het is wel de moeite waard, want ik wil gewoon niet meer, ik wil nooit meer in zo'n situatie komen. Dat lijkt me echt, echt verschrikkelijk. Oh, iemand vraagt, hoe vindt Bart's familie jou, jullie belevenis? En Marion vraagt dat. Ja, nou ja, dat is een hele goede vraag. Want Bart's familie, toen ik net met Bart ging. We schelen een beetje in leeftijd, zeg maar. Hij was toen 26 en ik was 48. Dus dat was best een verschil. In het begin moesten ze er al heel erg aan wennen dat hij
dat hij met mij ging. En toen schreef ik nog niet over hem, uiteraard. Maar dat vonden ze al heel gek. Maar gelukkig, toen ze hem helemaal ontmoet hadden, viel het geloof ik wel mee. En toen hebben we hebben een hele goede band. En ja, ze vinden het raar. Zo'n seksdagboek, dat lezen ze niet. Dat hebben ze gewoon niet gelezen, want dat willen ze niet. Ze zeggen echt van, oh nee, dat hoeven we niet te lezen. En dat snap ik ook heel goed. Mijn kinderen lezen ook niet seksdagboek. Snap ik ook heel goed. Dat is ook niet voor hun bedoeld. En Bart zijn vader, die is in 2018 overleden. En hetzelfde jaar als mijn moeder. En nou, dat was nog een beetje een soort wrang grapje. Zo van, nou, want in dat jaar verscheen ook seksdagboek. Dus ik zei toen tegen zijn vader van, nou, dat hoef je tenminste niet meer mee te maken. Dat mis je. Nou ja, dat vond hij natuurlijk niet erg. Dus hij zei, nou prima. En dat heeft hij ook inderdaad niet meegemaakt. Dus dat, maar goed, nu, nou ja, goed, zijn moeder, nou, dat is eigenlijk ook wel een leuk verhaal. Zijn moeder heeft dit boek wel gelezen, moeder-dochter-minnares. Het seksdagboek uiteraard niet, maar zijn moeder heeft moeder-dochter-minnares wel gelezen. En daar staat ook een verhaal in over de eerste keer dat Bart en ik ecstasy hebben geprobeerd. En dat was ja, een warme zomerdag. Had ik Bart overgehaald van, nou, we gaan dit een keer proberen. Ik had het nog nooit gedaan, hij had het nog nooit gedaan. We hadden helemaal momenten van gemaakt en alles veilig en thuis. En pillen waarvan we wisten dat ze oké waren. Nou ja, ik wilde het gewoon een keer meemaken. Dat hebben we gedaan en dat heb ik heel uitgebreid beschreven in dit boek. Ik wist ook dat ik erover zou gaan schrijven. Ik wist absoluut, dit ga ik opschrijven. Als ik dit meemaak, ga ik dit ook opschrijven. Dat heb ik gedaan. En Bart de moeder las dus dat boek en las dat ecstasy verhaal. Dus toen zei op een gegeven moment zei van, nou ja, ja, ik heb je boek gelezen. Ja, ik vond het heel erg leuk. En hoe vond je het ecstasy verhaal? En ik dacht echt van, oh, wat gaat ze nu zeggen? En zij is 71. En ze keek echt zo van, ja, ja. Ze zei, ja, ik zei, heb je het wel helemaal? Ja, ja, ik heb het helemaal gelezen. Ik zeg, heb je het echt helemaal gelezen? Ja, ja, ik heb het echt helemaal gelezen. Ze zei, ja, het stomme was, en dat vond ik, ja, ik vond het eigenlijk een groot compliment. Ze zei van, ik was eigenlijk boos. Ik vond het vreselijk, echt vreselijk dat jullie dat hebben gedaan. Want zij is natuurlijk heel erg anti-hard drugs. En ja, dat is die generatie echt van, ja, ze zei, ik vond het vreselijk dat jullie hebben gedaan. Ze zegt, maar je hebt het, ze zegt, toch moest ik lachen. Ze zei, je had het zo grappig opgeschreven dat ik toch moest lachen. Ze zei, ja, want op een gegeven moment schreef je dat je de kruimels van Donald Trump, zo'n ecstasy pil heet dan Donald Trump, dat je Donald Trump aan het oplikken was van het nachtkastje. Ze zegt, ja, dan moet ik toch echt weer heel erg lachen. Dus dat, ja, ik vond dat zo lief en ook zo eerlijk dat ze toch zei dat ze ondanks alles moest lachen om het verhaal. En ja, dat, ik vond het een compliment. En ik, ja, ik vond het echt heel erg leuk. En zij las mij ook al. Ze las al boeken van mij voordat ik met Bart ging. Dus ze wist wel wie ik was en wat ik schreef. En voor haar was het natuurlijk echt heel erg gek. Dat ik ineens haar schoondochter werd. Dat was gewoon raar. Maar goed, intussen is het gewoon geworden. En hebben we het allemaal heel goed samen. Maar dit vond ik echt heel erg leuk. En stoer dat ze het toch had gelezen en grappig vond. Want grappig genoeg, zijn broer en zijn zus zijn dan eigenlijk weer een stukje conservatiever dan zijn moeder. Die lezen dat niet en die laten zich er ook echt niet over uit. Ik denk dat Bart voor hen dan toch te dichtbij staat of zo. Dus ze denken van nee. Die lezen het niet. Zo, even een slokje koffie. Zijn er nog meer vragen? Of dingen waarover je iets wilt horen. Of iets wat je wilt delen. Ja, daar ben ik toch weer. Sorry. Is het anders nu je oma bent? Het leven? Heb je dan ineens zoiets van het besef van, jeetje, ik heb weer een generatie erbij eigenlijk. Ik had dat namelijk zelf toen ik 40 werd. Toen dacht ik, ja, 40, nu hoor ik erbij. Nou ben ik volwassen en nou is het allemaal gewoon goed. Gaf een soort rust. Is dat weer anders als je dan oma wordt? Nou, ik moet zeggen, ik wilde heel graag oma worden. Dat vinden mensen heel gek, maar ik wilde echt heel graag oma worden. En
toen ik... ik heb 2 kinderen, een jongen en een meisje. En de jongen, Sam is de jongste. En toen ik die kleertjes zo opborg, weet je wel, zo van, nou ja, ik ga geen kinderen meer. Ik vind het mooi, een jongen en een meisje. Ik durfde eigenlijk geen derde kind. Ik dacht van, ja, het is allemaal zo goed gegaan, die twee. Het is een meisje en een jongen. Ik durfde gewoon niet om meer te vragen. Ik had het misschien nog wel leuk gevonden, maar ik dacht, nee, laten we... Weet je, dat een beetje voelde als je hand overspelen. Van, je hebt dit al, waarom wil je nou nog meer? Dus ik was blij en klaar. En die kleertjes gingen weg. En toen dacht ik, ik wil pas weer een babymutsje in mijn handen houden. Of ik wil hier pas weer iets mee. Als ik een kleinkind krijg. En dat hoopte ik wel heel erg. Dus dat was wel zo van, oké, geen 3 kinderen. Maar ik hoop wel echt kleinkinderen te krijgen. Dat leek me heel erg leuk. En mijn dochter heb ik best lang zitten... Ja, porren zo van, begin dan lekker vroeg en hoe eerder hoe beter en je moet niet te laat moeder worden. Dus ik was heel erg, en gelukkig, grappig genoeg, is zij echt precies op precies, ze was precies even oud als ik toen ze aan kinderen begon. Maar ze heeft wel al 2, zeg maar, bonuszoontjes, want haar vriend had al 2 jongens. Die zijn inmiddels 11 en 13, maar die, dus toen waren ze wat kleiner. Maar, dus ze was al een beetje aan moederen, maar toen ze dan zwanger werd, ja... Ja, ik vond het fantastisch. En het is wel... Maar ik denk misschien een beetje... Ja, dan had je 40 was van... Oké, dit heb ik al binnen of zo. Van nu, ja. Nu is het zo van... Ja, je hebt niet meer het gevoel dat je van alles moet. Want het is nu gewoon ook al goed zoals het nu is. Ja, en alles wat nu komt is extra. Ja. Ja. Ja, maar dat is ook echt wel... Het voelt ook echt wel zo. Ik pas ook elke vrijdag op. Dus waar ik nu zit, is zeg maar ook een soort van de babykamer. Dus het is zowel mijn werkkamer als de babykamer. En nou, die vrijdag is gewoon helemaal ingeruimd voor Spencer. En dat was vroeger, denk ik, ondenkbaar. Toen ik nog veel ambitieuzer was. En zo van, nee, ik werk 5 dagen in de week. Weet je wel, het kon niet zomaar een dag van af. Dus dat, het is echt ontzettend leuk. Ik zou eigenlijk elke column gewoon over Spencer willen schrijven. Ik heb breaking news, want hij is net voor het eerst, zeg maar, gaan zitten. Wauw. Ja, uit een soort lichtstand is hij zelf gaan zitten. Dat was hem tot nu toe niet gelukt. Dus ik kreeg al net een filmpje door van mijn dochter dat hij nu kan zitten. Maar hij kon wel, als je hem neerzette, kon hij wel zitten. Maar hij kon het nog niet zelf voor elkaar krijgen als hij lag. Dus dat is nu wel gelukt. Fantastisch. En hij was het hele weekend toevallig hier, want ze hadden een romantisch weekendje weg. Dus Spencer was hier. Ja, dat is... Ja, het is echt geweldig. Ik heb een... ik heb ook een geheime Instagram-account. Die heet One Happy Grandmother. Dat is een besloten account waar ik al mijn Spencer spam kan dumpen. Dus het is echt alleen voor mensen die ik ken. Maar het is wel... ik vind het echt ontzettend leuk. Ik kan niet anders zeggen. Het is... Ja... Nee, het is inderdaad wel zo van, beter kan het gewoon niet worden. En ook, denk ik, dat is ook heel gek. Een tweede kleinkind kan nooit zo leuk zijn als deze. Want mijn dochter wil eigenlijk wel door voor meteen de volgende. En ik heb zoiets van, nee, we zijn nog niet klaar met Spencer. Hij kan pas net zitten, hij is nog zo schattig. Nee, voor mij... Ik voorlopig ook eentje. Dat vind ik ook helemaal leuk. Maar je schijnt de volgende dan ook weer leuk te vinden. Maar... Tuurlijk. En die is misschien zelfs dan toch nog weer leuker. Je weet het nooit. Is dat jouw hond die ik hoor op de achtergrond? Ja, die zit beneden. We hebben er 2. En wat voor honden heb jij? Herdershonden. Die hebben ook een eigen account. 2 Happy Shepherds. Dus je hebt 1 Happy 2 Happy Shepherds, maar dat is geen besloten account. Daar mag iedereen zich aanmelden. 2 Happy Shepherds. En Marion die zegt net, vroeger was je heel fel, nu straal je meer warmte uit. En ze, ik heb 4 kleinkinderen, stuk voor stuk geweldig. Nou, dat is goed nieuws. Dat het er toch 4. Ja, ze had beloofd, omdat ze denk ik buiten een hond ziet. Dus eigenlijk, dan gaat ze altijd blaffen. Ja, nee, het is echt superleuk. Dus ik ben... Ik ben echt een gelukkig mens wat dat betreft. Maar die columns, dat is dus nu wel eventjes spannend. Want dat heb ik echt heel lang niet gedaan. Dus ik heb nu ook weer echt elke week een deadline. Dus ik moet gewoon elke week een stukje schrijven van pak een beet 500 woorden. Dat is voor mij ook weer nieuw.
En echt spannend. En een beetje de hele week de zenuwen van, oh god, waar ga ik over schrijven? En ik ben tijdens de coronacrisis ben ik vrijwilliger geworden bij het Rode Kruis. Ook niet echt iets wat in de lijn der verwachtingen lag, maar ik werd zo gek van corona. Ik had er echt, en nog steeds wel hoor, ik had en heb er nog steeds echt last van, in de zin dat ik gek, echt gek word van de beperkingen en de manier waarop alles gaat. En het feit dat je er helemaal geen invloed op hebt, dat ze gewoon kunnen zeggen, hup, avondklok, en hup, weet je wel, het wordt er doorgeduwd en er wordt niemand verder wat gevraagd en je moet het gewoon allemaal accepteren. Dat vind ik echt heel erg lastig. Dus op een gegeven moment vloog ik zo tegen de muren op dat ik dacht, nou, ik ga maar vrijwilliger worden. Dan sta ik aan de andere kant en dan kan ik misschien kan ik iets bijdragen in plaats van dat ik alleen maar thuis boos zit te twitteren. Maar ik zit nog steeds wel af en toe boos te twitteren, dat moet ik toegeven. maar het is wel, en ik ga nu voor het Rode Kruis ook een EHBO-cursus doen, want dan kan je ook op meerdere dingen worden ingezet. En dat vind ik wel ook wel tof. Van oké, dat geeft weer iets. Het geeft wel iets meer of zo. Ik weet het niet. Het gekke is dat ik. Misschien komt dat ook een beetje. Nou, eigenlijk komt dat door het mantelzorgen. Ik heb natuurlijk gemantelzorgd voor mijn moeder. Hè. Mijn moeder was dementerend. Daar heb ik ook een film over gemaakt. Het doet zozeer. Documentaire. En ik heb ontdekt dat ik dat zo fijn vond. Ik had dat eigenlijk. Ik dacht van mezelf dat ik helemaal niet zo'n zorgzaam type was. Dat ik best wel vrij. Ja, ik helemaal niet zo zorgzaam ben. Maar voor baby's en bejaarden ben ik best behoorlijk zorgzaam. Ik heb een soort zwak voor baby's en bejaarden. En toen mijn moeder er niet meer was, toen miste ik dat ook echt. Toen miste ik gewoon dat zorgen. En dat is met Spencer is dat weer teruggekomen. Dat ik echt weer een zorgtaak heb. Dat vind ik fijn. En dat Rode Kruis is denk ik ook een beetje in het verlengde daarvan. Dat ik het wel fijn vind om gewoon onbaatzuchtig iets te kunnen doen of zo. Dat geeft me een goed gevoel. Dus nou ja, daar ben ik ook aan begonnen. En ik ben benieuwd, wat me dat allemaal gaat brengen. Maar het schrijven. Ja, het feit dat ik schrijver ben en dat ik kan schrijven. En dat ik daar van leef en dat ik dat kan blijven doen. Weet je wel, je kan tot op hoge leeftijd blijven schrijven. Want ja, weet je, je hoeft alleen maar te zitten en te tikken. Dat valt best wel mee. Dat vind ik ook wel echt heel prettig. Daardoor voel ik me wel heel erg gezegend. Omdat dat me ook heel veel vrijheid geeft. Ik kan mijn eigen tijd indelen. Ik kan schrijven wat ik wil. Ik kan ook maken wat ik wil. Het hoeven ook niet alleen maar boeken te zijn. Het kan ook een film zijn. Het kan ook een... Nou ja, fototentoonstelling heb ik wel eens gedaan. Dat kan het ook zijn. En dat, ja, daar ben ik wel, ja, dankbaar. En hashtag blessed, zeg maar. Daar ben ik echt wel heel erg blij om de vrijheid die dat mij heeft gegeven. En ik hoop, ja, ik hoop nog wel dat dat, dus die innerlijke noodzaak die je ertoe drijft om een boek te gaan schrijven, dus die je voelt om iets over te brengen, dat die ook blijft. Dat ik niet op een gegeven moment denk van, nou, ik heb alles wel gezegd, ik heb nu niks meer te zeggen. Dat lijkt me eng. Dat is wel... Hoef je echt niet bang voor te zijn. Maar dat heb ik wel. Daar ben ik wel eens bang voor. Zo van, ja, ik heb alles nu gezegd. Wat moet ik nu nog zeggen? Oh ja, Marion die vraagt, ga je misschien een kinderboek schrijven? Ja. Ja. Ja, dat... Maar dan wel met seks. Oh nee, dat mag niet. Maar wel met seks. Ja, nou, weet je wat het is? Ja, dat is trouwens wel een goeie. Dan moet het wel iets oudere kinderen zijn. Maar... Ja, maar ook dat wordt altijd inderdaad verborgen. Ik heb zelf van nu eentje van 14, een bonuskind, waar ik heel blij mee ben. Ja. En die ken ik vanaf zijn 9e. En op een gegeven moment hoorde je ook van dat hij ergens was en dat er bepaalde dingetjes gebeurd waren. En de ouders die zeiden dat ook. En allemaal zo van, ja, oh jeetje, help, maar dat hoort er gewoon bij. Ja, ik kan me dat nog herinneren van mij ook van vroeger. En dan denk ik, ja, ik ben misschien iets anders dan anderen. Maar elk kind is toch nieuwsgierig en doet dat. Het begint. Maar daar is nog geen boek over, hè? Nee? Is daar? Oh, nou kijk. Dan worden we een schone taak weggelegd. Ja, dat is eigenlijk wel leuk. Ja, ja. Nee, ik hoor het van mijn doktertje.
van mijn dochter ook over haar bonuszoontjes. Die ook af en toe hele grappige dingen zeggen en vertellen. En dat zij zo zit van wow. Want mijn eigen kinderen waren dus echt behoorlijk preuts. Ik heb ze echt, terwijl ik toch redelijk schaamteloos ben. Maar vanaf een zekere leeftijd was het met mijn kinderen gewoon klaar. Ik heb ze toen niet meer naakt gezien. Mijn zoon al helemaal niet, weet je wel. Dus op een gegeven moment die praten er ook niet over, zeiden er niks over. Misschien toch omdat dat een soort, weet ik veel, anti-reactie is. Van ja, jij altijd, ik hou me daar helemaal verder van. Dus dat weet ik, dat eigenlijk pas toen mijn dochter in verwachting raakte, toen was ze weer wat opener. En ook, want zij deed ook echt zich verkleden met de BH aan en heel krampachtig, weet je wel. Ik zag haar echt niet eens de borsten naakt. Terwijl, ja, dat maakt voor mij toch echt niks uit, maar daar is ze nu wel van afgelukkig, dus daar doet ze wat meer ontspannen over, of heel ontspannen. Maar een tijd lang heeft ze dat echt niet gehad. Ik dacht zo, doe jij nou moeilijk, weet je wel, want ik ben je moeder, ik heb je gebaard. heel raar. Maar een kinderboek, en dan met de seks invalshoek, ik vind hem wel, kijk, dat vind ik een uitdaging. Het is ook altijd, ik wil heel graag dingen doen en dingen maken die er nog niet zijn. Als alles, ja, en uiteindelijk is alles er wel, dat weet ik ook wel. Maar toch wil ik graag iets toevoegen wat er nog niet echt is in een bepaalde vorm. Dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Dat je iets brengt van, dat hadden we nog niet. Dat is leuk. Marion zegt, eerst beginnen met kabouterverhaaltjes. Straks samen met Spencer verhaaltjes verzinnen. Voorlezen is leuk. Ja, voorlezen is zeker leuk, maar... Ja, het is voor mij nog even een... Ja, er zijn ook zoveel BN'ers, zeg maar, die kinderboeken schrijven. Weet je wel, die allemaal niet schrijver zijn, maar wel kinderboeken schrijven. En dan denk ik wel eens van... Je hebt echte kinderboeken schrijvers, Carrie Slee en weet ik veel wie er allemaal nog meer zijn. Die echt oprecht... En vroeger had je natuurlijk Annie Hemgingsmeet. Dat is natuurlijk ook echt een vak. Dus het is ook, denk ik, niet gezegd dat... Iedere schrijver nou per se een goed kinderboek kan schrijven. Maar iedere bekende Nederlander denkt het dus wel dat hij dat kan. Dat maakt het soms wel een beetje lastig. Nou, heeft iemand nog een vraag? Kan ik nog iets vertellen of meegeven? Of gaan we nu allemaal Spencer filmpjes kijken? Wat zullen we doen? ik had nog een vraag. Ja, vertel. Ik had ergens gelezen dat seksdagboek, dat werd verfilmd, volgens mij, of zo, in Frankrijk. Klopt dat? Maar hoe gaat het verfilmd worden dan? Nou, het zou verfilmd worden inderdaad in Nederland. Er was NLTV, die had de filmrechten gekocht, of een optie daarop genomen. Maar die hebben toch inderdaad na, ik geloof 2 jaar of zo, zeiden ze van ja, we weten het eigenlijk niet zo goed, want... Het is natuurlijk niet echt te verfilmen. Precies. Er zit een verhaal in. Dus het is, ja, daarom vraag ik het, ja. Ja. Als je dat wil verfilmen, dan moet je er toch een verhaal bij gaan verzinnen. Want dat is er niet. En daar zagen ze toch geen mogelijkheid toe. Een andere verfilming, die wel echt al heel lang op de plank ligt, dat is Godin van de Jacht. Dat is een heel gek verhaal, want Godin van de Jacht, de filmrechten zijn verkocht aan België, aan een Belgische filmproducent, Marmalade. Een deel, de eigenaar van Marmalade, die was ook betrokken trouwens bij de filming van de ontsnapping. Maar die rechten liggen daar en die liggen daar en er gebeurt niks mee, tot mijn grote verdriet. En ze liggen vast, ze hebben er gewoon voor betaald, dus dat mag ook. Maar het is natuurlijk... Het zou wel heel fijn zijn als die film er zou komen. En intussen heb ik ook al berichten gehad van andere filmproducenten die vragen van, zijn die rechten nog vrij? Want we willen heel graag gewoon een van de jachten filmen. Maar dan moet ik zeggen, nee. Dat kan niet, ze liggen vast. Dat vind ik wel heel erg jammer, want ik denk wel dat... naar die film ben ik echt heel benieuwd. Dat zou ik echt gaaf vinden. Maar ja, ik kan er... Mijn handen zijn gebonden. Dat is wel erg jammer. En heeft hier iemand al Moeder, Dochter, Minnares gelezen? Ja. Nee. Ja, ik heb hem gelezen, ja. En hoe vond je het? Ja, ik vond het weer, ja...
Ik vond het heerlijk om te lezen. Heel open. Waar ik bijvoorbeeld, wat ik ook echt ook heel bijzonder vond om te lezen. Dat stukje over die borstvergroting. Daar volgens mij in. Dat je je eerst aanmelden bij zo'n forum. Ja. En, nou, heel grappig hoe die vrouwen allemaal tegen elkaar deden. En elkaar aanmoedigen. Van, hoe was het? Ja. En ook, zo dat je er uiteindelijk van, voor 4700, wat ben ik er blij mee. Het is mijn beste uitgave ooit. En gewoon, gewoon met veel humor beschreven. Maar ik denk ook, dat je er dan ook zo blij mee bent. Maar ik vond het ook leuk om te lezen. Dat je het las van daarvoor. Waar je borsten een stuk kleiner of met de leeftijd meegegaan. Maar dat je daar op zich dat ook oké was. Dat je zoiets had van, zo is het gewoon. Ja. Maar dat je ook gewoon besluit van, ik ga het gewoon doen. Ik kan me niet schelen. Dat vind ik echt inspirerend. En heel leuk om het proces te lezen. Ja. Dat is inderdaad helemaal niet duur. Ja, het is natuurlijk wel veel geld, maar relatief niet duur. Voor waar je zoveel plezier van hebt. Ja, echt. Echt een heel lang, want dat was toen werd ik 50. Toen heb ik het gedaan. En nu ben ik 56. Het gaat nog steeds allemaal heel goed. En het is, het was echt wel. Ik had ook echt niet verwacht dat ik het zo gaaf zou vinden. Het was iets waar ik heel lang aan had gedacht. En dan dacht ik steeds, dat is onzin. En hoezo? En maar ergens wilde ik het wel. En ergens durfde ik het steeds niet. Toevallig is er denk ik, volgens mij gaat dinsdag de 5-uur-show gaat aandacht besteden aan borsten en borstvergrotingen en de vrouwenborst, weet ik veel wat. Daar hebben ze mij ook gevraagd om wat te komen vertellen over mijn borstvergroting. Nou, prima, dat zal ik doen. Maar ik had echt niet verwacht dat ik het zo geweldig zou vinden. Toen ik wakker werd uit die operatie, ik was echt helemaal euforisch, terwijl ze er toen echt verschrikkelijk uitzagen. Als ik die beelden later terugzie, denk ik echt, jezus, dat je niet helemaal kapot geschrokken werd. Want dan zijn ze nog heel opgezwollen en hard en het ziet er echt niet uit gewoon. Maar toen was ik al zo blij. En het was wel gek, want dat is toch ook echt iets. En daarom vind ik het ook leuk om het te schrijven, omdat je merkt pas hoe het is als je het echt doet. Weet je, als je het dan doet, als je dan toch die gok maar neemt. Zo van, ik ga er maar voor. Dan ontdek je pas hoe het werkelijk is. En daarom vind ik het leuk om het te schrijven. Omdat er natuurlijk heel veel vrouwen denken van, dat doe ik niet. Weet je wel. En dan zeg ik, je moet het wel doen. Ja. Maar het is wel leuk om te lezen, denk ik. Dat het echt ook mee kan vallen. Mijn kinderen waren er echt op tegen. Die vonden het echt belachelijk. En die zei, en ik was al lang gescheiden van Tom. En die zeiden, heel schattig, je mag het niet doen, mama. We gaan papa bellen. En die gaat uit je hoofd praten. En ik dacht van, hij heeft daar niks mee te maken. Maar zij waren echt bang van dat het mis zou gaan. Of dat, al die angsten van. Ja, dat, je hoort natuurlijk ook wel horrorverhalen daarover. Ja, daarom zeg ik ook niet dat iedereen, ik vind helemaal niet dat iedereen het moet doen. Totaal niet, weet je wel. Maar het is niet zo dat het gegarandeerd misgaat en dat je er gegarandeerd de rest van je leven spijt van hebt. Dat is echt niet zo. Daarom is het een goed verhaal. En ik vond het ook grappig van die weetjes van dat het dan op een gegeven moment helemaal zacht, dat het gewoon zacht wordt. Ja. Dus een beetje lichaams eigen. Terwijl ik zou denken dat het altijd een beetje hard blijft. Nou, allemaal van dat soort grappige dingetjes. Ja. Nee, maar ook omdat je ouder wordt. Dus alles wordt sowieso zachter. I know. Ja. Dat ook, het is, wordt heel, het voegt zich echt wel in het lichaam. Maar dan was ik ook echt wel blij dat, zeg maar, gewoon voor een, wel, je moet wel voor een goede kliniek kiezen, zeg maar. Je moet wel ook niet naar een of andere beunhaas gaan. Omdat ik had echt een vriendin die heel veel problemen ermee heeft gehad. Maar die had ook pip-implantaten en die was lekker voor goedkoop, weet je wel. Dan ging het, dat ging de hele tijd mis. Dat was, dat was echt niet handig. Dus dat was ook wel afschrikwekkend. Maar het was wel, ik heb er nooit spijt van gehad. Gelukkig niet. Nog niet. Ik hou er wel van. Maar ook bij dat soort dingen zit er wel altijd iets in mijn hoofd van. Wat er ook gebeurt. Ik heb altijd een goed verhaal. Weet je, een goed verhaal om te vertellen. Dat is ook oprecht, denk ik, mijn vak. Gewoon sterke verhalen vertellen. Ja, leuke verhalen. Mensen amuseren of mensen aan het denken zetten. Beetje provoceren. Ja, maar ook mensen mee. Beetje. Ja. Maar niet,
Ik vond het ook grappig om te lezen dat je zoiets zei van ja, dat je ook dat seksdagboek zei, ik ben eigenlijk heel onderdanig in bed, terwijl in het echte leven ben ik eigenlijk een enorm haantje. Ja, dat vond ik ook wel grappig. Dat ik dacht, zo, hoe zou dat nou komen? Heeft dat dan te maken met een jongere minnaar? Of wat is dat dan? Ja, misschien. Maar misschien is het dat je... Maar je hoort dat wel vaker. Dat ook, weet je wel, heb ik met Marlies ook wel zo gehad. Dat mannen die echt heel veel bereikt hebben of heel succesvol zijn, dat die in bed vaak de onderdanige rol heel prettig vinden. Ja? Het een soort, ja, of een soort... ja, dan hoef je... Even niks. Of dan je gewoon dat iemand anders vertelt wat er gaat gebeuren. Dat is wel lekker. Als je altijd zelf al min of meer in controle bent. Of tenminste, ik weet wel, in het dagelijks leven weet ik heel goed wat ik wil en wat ik niet wil. En wat ik in mijn werk weet ik heel goed wat ik wel en niet wil. Dus het is wel lekker om in bed gewoon dat iemand anders zegt van dit gaat gebeuren. Leuk. Ja. Ik denk dat het is. Ja. Nou, ik vond het heel gezellig. Ik dacht, jeetje, wat gaat dit worden? Net zo'n klein groepje. Ja, maar net dat het een klein groepje was, vond ik eigenlijk wel leuk. Want ik dacht, dan heb je wel meer een soort besloten gevoel. Dan ben je gewoon met elkaar. Mag ik je nog één vraagje stellen? Ja. Want ik hoorde net de dame over Ton, over jouw eerste, of jouw ex-man. Ja. Maar jij gebruikt zijn achternaam nog steeds, hè? Dus niet jouw meisjesnaam. Nee, wat is daar de reden van? Nou, de reden is, toen ik trouwde met hem, heb ik natuurlijk zijn naam aangenomen, wat ook al niet had gehoeven. Nee. Maar toen ik trouwde, was ik in verwachting. En dat was niet de reden, we zouden sowieso wel gaan trouwen, maar ik was ook in verwachting. En ik wilde wel heel graag heten zoals mijn kinderen heten. Want ik zal die kinderen gaan van Rooien heten, dat was wel het idee. En ik wilde graag bij hen horen. Voor mij was het wel, ook denk ik wel, mede doordat de naam van mijn vader... Mijn meisjesnaam is natuurlijk de naam van mijn vader. Ja, daar heb ik niet zoveel, dat is toch wel een beetje beladen. Dus ik vond het heel leuk om die naam van Roy aan te nemen. En ook omdat mijn kinderen zo heten. En nog steeds natuurlijk. Dus toen we gingen scheiden dacht ik ook, ik wil die naam eigenlijk niet kwijt, want... En nog steeds, Ton is echt wel familie. Ik beschouw hem als familie. De kinderen zijn familie. We zijn ook echt samen. We zijn heel hecht. Weet je wel, kerst en feestdagen doen we altijd samen. Verjaardagen doen we altijd samen. Ik bedoel, Ton is voor mij echt... Nou, ik had hem vanmiddag nog aan de telefoon lekker over corona. Ja. Over corona schelden. En over de vaccinaties en weet ik wat allemaal. Dus nee, hij is familie. Dus ik vind het wel echt leuk om bij de... Mai. Bij zijn familie te horen. Waarom zijn jullie uit elkaar gegaan, Helene? Ja, het was... Nou ja, dat was wel echt... Ton is echt wel een hele goede vriend. Maar met hem samenwonen was toch... Ja, dat ging niet meer. De rek was er echt uit. Het was gewoon echt wel klaar. Ofzo. We konden niet... We waren te veel... Ja... Had ook denk ik wat te maken met het feit dat hij echt gestopt is met werken, al heel jong. Begin 40 was hij, toen we naar Portugal gingen. Toen hield hij op met werken en heeft hij dat daarna eigenlijk niet meer gedaan. Dus dat was voor mij ook al vrij, wel pittig. Dus het huwelijk was klaar. Dat ging gewoon niet meer. We hadden niet genoeg. Het was niet meer leuk om bij elkaar te zijn. Dus ik vind het heel leuk om Ton te bellen, om te spreken en om nog meer met hem te vieren. En gewoon omdat hij de vader is van mijn kinderen, maar om echt 24/7 met hem te leven, dat ging gewoon niet. Nee. Dat was op. Ja. En hij heeft dat, ik weet niet hoe, ik geloof hij zegt nu, hij zou nooit meer willen samenwonen, überhaupt niet. Hij zegt, ik wil gewoon niet meer samenwonen. Nee, ik zag een grappig filmpje dat jullie een bootcamp deden in de tuin. Ik dacht, je bent wel heel leuk met elkaar. Het zag er heel gezellig uit. Ja, we tennissen ook samen. We zijn allebei lid geworden van dezelfde tennisclub in Eemnes. We zijn vorig jaar clubkampioen van het gemengd dubbel geworden. Super trots op. Nee, we vinden het wel echt leuk om tijd met elkaar door te brengen. Maar niet om samen te wonen, zeg maar. Dat zou echt goed gaan. En het grappige is met Bart, nu zeker door corona. We zijn zoveel samen. Dat is echt... Echt heel vaak. Ja. En dat gaat gelukkig heel goed. We kunnen echt
dat blijft volgens mij goed. Dus dat is eigenlijk... Ja. 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 Nou, wat, nou, het is 9:00. We zijn allemaal klaar. We kunnen aan de borrel of zoiets. Ja. Dat had al wat langer gekund, maar ja. Helene, nog één vraag. Is er op dit moment al iets waar een project waar je mee bezig bent, behalve je columns? Nee, eigenlijk niet. Ja, ik wilde met mijn dochter een boek gaan schrijven over bevallingen. Omdat zij natuurlijk bevallen is. En ze heeft een ruggenprik genomen tijdens de bevalling. En ze was zo blij met die ruggenprik, wat ze nooit had verwacht. Ze vond de bevalling echt tegenvallen. En bevallen blijft natuurlijk een actueel thema. Dus het, in de Godin van de Jacht staat ook een verhaal. Of in Moeder, Dochter, Minnares staat ook een verhaal over haar bevalling. En over hoe ze dat heeft beleefd. En ik heb ook gesproken met een hoogleraar gynaecologie voor het boek. Dus daar zit misschien wel meer in. Dat willen we misschien wel gaan doen. Maar dat is nog niet helemaal zeker. Nou, ik ga dus een kinderboek over seks schrijven. Heb ik En het Rode Kruis. En het Rode Kruis wil ik weer mee. Ja. Ja, er zijn altijd wel genoeg dingen. Maar er is nu niet iets groots of zo. Ik ga morgen wandelen met mijn uitgever. Dus ik weet niet wat hij, van me verwacht. Maar aan het zien. Ja. Ontvangt wel weer van alles aan. Ja. Oh ja, wat heel leuk is. Echt heel leuk. Ik ben Lies aan het schrijven met Samantha Steenwijk. Zij is die Nederlandse journalist. Ja. En zij wil een beetje van het volkse af en wat meer, nou ja, iets andere. Iets rauwer. Ja, iets rocken. Ja. Ja, heel erg leuk. Dus ik ben met haar nummers aan het schrijven. Dus dan duiken we de studio in met nog twee andere muzikanten. Niet Bart, maar gewoon twee andere muzikanten die. Want Bart is drummer, maar goed. We hebben al 4 nummers geschreven, waarvan ik dus heb bijgedragen aan de tekst. En dat is zo leuk, dat is zo grappig en weer een hele andere manier om met taal om te gaan. We hebben elkaar ontmoet bij Dance with the Stars, waar ik er al heel snel uitvloog, niet kon dansen. En waar zij won wel heel goed dansen. Dus, en toen riepen we al tegen elkaar, wij gaan een keer een nummer maken samen, dat gaan we doen. En vaak zijn dat dingen die je tegen elkaar roept, maar die dan niet gebeuren. Maar ze heeft me echt uitgenodigd. En Bart is eigenlijk stikjaloers van, dan ben ik aan het werk. En dan zegt hij, waarom zit jij in een studio muziek te maken? Zit ik hier thuis bij de honden? Ja. Nou, ik ben benieuwd. Goeie zangeres. Ja. Ze is echt heel grappig. We kunnen heel goed. We hebben laatst een keer. Ze hebben gaan borrelen bij haar. Echt ver na de avondklok. We hebben zelf een werkgeversverklaring ingevuld en een werknemersverklaring. En ja, we waren een liedje aan het schrijven vanavond. Dat waren we helemaal niet. Maar dat is echt toch een beetje stout. Toch een beetje stout, ja. 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 Maar we hebben allebei al corona gehad, dus we zijn niet zo leuk. Nee. Nou, Helene, normaal gesproken bedanken wij jou sowieso natuurlijk. Met bloemen, chocola, wijn. Ja, wacht, ik kan een bloemmoment invoegen. Wacht, ik ga het doen. Ik heb hierop gerekend. Oh. Nou, fantastisch. Wat lief. Nou, dankjewel. Ja, graag gedaan. Nou ja, dit was 8 jaar Bart, maar komen nu. Ja, gisteren toch? Ja, gisteren. Ja, gefeliciteerd. Nee, komt vast een keer goed. Herkansing. Ja, ik kom een keer echt naar Zoetermeer. Ja. En dan verwacht ik dat jullie er wel allemaal zijn. Ja. Dan gaan we gewoon alleen. Kom je dan bij mij eten? Ik kan heel lekker koken. Ja. Nou, ik krijg straks het adres, dus dat komt goed. Ik heb een uitnodiging, neem ik nu aan. Zo goed zo. Goed zo. Alles doen wat kan. Ja, heel lief dat jullie allemaal hebben geluisterd. En ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Superleuk. Het was een avondje uit. Het was een avondje uit, ja. Ja, het was een avondje uit. Ja, ik wil verder iedereen bedanken om hier aanwezig te zijn. Leuke setting. Ook heel erg leuk van Helene dat ze het op deze manier wilde doen.
Door ze kan een eenzijdig verhaal op gaan hangen, maar ze wilden jullie er echt bij betrekken. Dus top. Ja. Ja, heel graag gedaan. Hopelijk tot snel. Tot snel. Dag allemaal. Dag allemaal. Doei.